welkom op AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een heel speciale video. Eergisteren was namelijk mijn verjaardag, dus vandaag een speciale verjaardagsvideo. Ja, ik ga jullie laten zien wat ik al gekregen heb op mijn verjaardag. Hele vette dingen. Dus ik ga jullie niet te lang laten wachten. Ik heb sommige dingen heb ik al unboxed in video's van tevoren. Dus die gaan jullie straks even zien. Maar we gaan beginnen met allereerst. Ik werd 's morgens om 7 uur wakker gemaakt. Door mijn kinderen en mijn vrouw natuurlijk. En mijn jongste, dat is heel gaaf gemaakt. Ik ga hem jullie laten zien. Kijk eens aan. Hele gave tekening. Kijk aan. Ja, je ziet de taart zie je al op tafel staan. En de slingers. En papa met een funkpop in zijn hand. Hoe kan het ook anders? En zien we erbij. Kijk eens, dat ziet er gezellig uit. Echt heel erg gezellig. Het was ook gezellig, het was een leuk feestje. Natuurlijk heel kort gehouden, of klein gehouden. 6 man, meer man mogen nog niet op een verjaardag komen helaas. Maar goed, als ik straks volgend jaar weer een jaar ben, gaan we het gewoon duntje open overdoen. Dan gaan we er een heel groot feest van maken. Echt heel erg tof. En dan het volgende. Volgende is echt heel vet. Ik heb natuurlijk iets funky gerelateerd gekregen voor een verjaardag. Hoe kan het ook anders? Het volgende is heel vet. Ik ga hem nog niet openmaken, dan ga ik er vast bij zeggen. Maar ik ga jullie wel laten zien. Het is, kijk aan. Deze, de Pocket Pop 13-day Spooky Countdown. Heel vet, kijk aan. Hele vette box. Ja, hij zit nog helemaal in cellofaan. Zo laat ik hem ook heel eventjes, want ik ga een beetje uitrekenen. Om deze dan 1 voor 1 of gedeeltelijk. Maar tenminste dat we uitkomen op Halloween. Als we het laatste vakje openmaken. Dus hoe we dat gaan doen, ik weet het nog niet. Maar goed, daar gaan we nog iets voor bedenken. Kijk aan, hoe gaan we boxen dit. Heel erg vet. Kijk, en de achterkant. Ja, Beware 13 Days Spooky Countdown. Deze heb ik al een keer gereviewd in de Funkoween review video. Daar heb ik het ook al over gehad, over deze doos. Hè, er zitten pops in. Het moet erbij zeggen Pocket Pops natuurlijk. Kan het niet anders in zo'n doos. Wat zit erin? Pocket Pop van Annabelle, van It, van Little Shop of Horrors, The Shining, The Nun, Beetlejuice, The Exorcist, A Nightmare on Elm Street, Friday the 3rd en Lost Boys. Ja. Daar zitten allemaal pops van in. Zit dat denk ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus ja, drie pops inderdaad zitten er dubbel in. Of tenminste twee uit één film. Misschien wel meer uit één film. Geen idee. Ik ben heel benieuwd wat hierin gaat zitten. Maar goed, daar gaan we binnenkort zien. Dus deze box gaat terugkomen. Misschien wel meerdere malen, wie gaat het zeggen. Goed, en voor de volgende dingen die ik gekregen heb, ga ik jullie eerst een preview laten zien. Preview, dan zien jullie de pop al, maar dat is veel leuker. Dus allereerst kreeg ik van een goede vriend van mij, kreeg ik een heel gaaf cadeautje natuurlijk van zijn kinderen. Het was een mystery box. Ik ga het jullie laten zien, komt ie aan. Mystery box. Wow. Dat ben ik heel erg benieuwd. Voor. Happy 38 birthday mystery box! Woehoe! Wow, deze is cool! Met licht! Kijk eens! Plus licht! Wow! Wat een verrassing zeg. Echt heel vet. Ik zal hem bijpakken. Dit is hij dus. De Avengers Infinity War Lights Up Pop Special Edition. Ja, ik heb deze ooit gezien in Ierland. Meer dan een jaar geleden. Ik vond hem zo vet. Ik ga hem voor jullie aanzetten. 1, 2, 3. Brandt hij? Ja, hij brandt. Kijk eens hoe vet. Hoe vet de pop. Ik zal hem ook aanzetten. Hij is echt zo tof. Echt zo tof. Mijn tweede Lights Up Pop. Hoewel dit een Lights Up enkel een light-up is. Ik heb ook een light-up met sound. Hè? Dat is Kylo Ren design inderdaad. Hè? Waar ook het zwaard licht geeft. Echt heel vet. Deze was echt uniek in zijn tijd. Hij komt uit. Goed kijken. 2019, februari 2019. Dat kan ik ongeveer kloppen. Ik ben volgens mij in april naar Dublin geweest. Goed, jullie weten het vast ook wel. Want ik heb er een video van gemaakt. Toen ben ik deze pop ook tegengekomen. Heb ik hem niet gekocht. Maar ik ben zo blij dat ik hem heb gekregen. Volgend jaar. Kijk aan. Ik zal hem nog één keer aan doen. 1, 2, 3. Heel vet. Ja, ik ben groot fan van de Avengers. He, ik heb veel Avengers pops. Dus deze gaat een speciaal plekje krijgen. Wederom een Iron Man pop. Groot fan van Iron Man. Heel vet. Tot zover het eerste cadeautje. En daarna kreeg ik van mijn broers kreeg ik nog een cadeautje. En natuurlijk mijn schoonzusje. Heel vet gekregen. Ik kreeg het pakje in mijn handen. En ik had eigenlijk al qua formaat had ik wel het idee wat het was. Maar jullie gaan het ook zien. Komt ie. Oké. Okay. Heel vet.
en Rudo. Had je me al wakker? Ja, ik dacht dat het pop was, maar dat was het natuurlijk niet. Was ook niet heel slim geweest, want dan hadden ze eerst eventjes of aan mijn vrouw moeten vragen welke pop ik wel of niet had. Maar die weet het niet. Of aan mij, want de kans is groot dat ik hem al gehad had. Dus ergens mag er een visco ook inderdaad van, dat gaat hem niet worden. Maar dit is heel vet, echt heel vet. Het is namelijk Perudo, echt heel gaaf spel. Heb ik in de vakantie veel gespeeld. Echt heel erg leuk en dat wilde ik hebben. Heb ik natuurlijk tegen mijn broers gezegd, van nou, dit is echt zo'n gaaf spel. Ja, Perudo. Korte uitleg, het is eigenlijk een soort jatzee is het eigenlijk. Hè? Je moet dobbelen en er zit heel veel bluff bij om te zeggen van wat heb ik wel, wat denk je dat op tafel ligt. Fijn, een heel erg gaaf spel. Aanrader, mocht je je vervelen. Dit is gaaf, Perudo, echt een heel gaaf spel. Ik ga het binnenkort spelen. Heel erg tof. Ik laat trouwens over een tijdje dan wel even zien hoe het spel gaat. Want dan ga ik met mijn kinderen en mijn vrouw gaan het spelen. En dan laat ik nog wel een videootje zien hoe het spel in elkaar zit. Echt heel gaaf. Ja, zover de cadeautjes die ik heb gehad. Ik heb nog eens gekregen via de post. Dat wil ik jullie ook even laten zien. Het zijn namelijk, hoe kan het ook anders, nog een paar dorps. Ik heb namelijk Pee-wee Herman heb ik, 304. Kijk aan, Pee-wee Herman. Heel erg vet van Pee-wee.com. Ik heb geen idee wie het is. Weet u het wel? Laat even weten in de comments. Echt heel vet. Ik moet erbij zeggen, dit is wel echt heel goedkoop. De posten die nu bij de Kruidvat lagen waren met 5% korting, maar een euro. Dus een eurotje voor deze dorp. Heel vet. Pee-wee Herman, kijk aan. Eén pop in deze set. Het is de icoon. Het is Herman zelf. Heel erg vet. Zover de eerste. En dan gaan we over naar de tweede. Ook natuurlijk een dorps. En dat is deze. En ik moet zeggen, het is ook een heel zware dorps. Ja, normaal gesproken zijn de dorps al een beetje zelden qua gewicht. Maar dit is Elizabeth Swan van Pirates of the Caribbean 202. Kijk eens aan, heel erg vet. 4 pops zitten er in deze serie. Dorps, ik zeg elke keer pops, maar het zijn natuurlijk dorps. Kijk aan. Dit is die Elizabeth Swan van Pirates of the Caribbean. Heel erg vet. Ja, echt hele gave dorps. Ja, binnenkort inderdaad gaat Sims ook nog het een en ander laten zien. Want ook Sims jarig geweest. Dus die wil ook nog even het een en ander laten zien wat hij voor zijn verjaardag heeft gekregen. Dus dat gaan we over een tijdje doen. Tot zover mijn cadeautjes die ik heb gehad voor mijn verjaardag. Ik moet trouwens iedereen nog eventjes heel erg bedanken voor de felicitaties die op allerlei manieren zijn gedaan. Hartstikke bedankt. Echt heel erg tof. Ja, wat zit er nog meer aan te komen? Ik heb vorige keer al gezegd, heel veel unboxing video's, mystery boxes. Wat hebben we nog meer? Ik heb gezien, we gaan weer met de Tour NL gaan starten. Ja, waarschijnlijk gaan we Noord-Brabant een keer aan doen. Ik woon het tenslotte, dus hoe kan het zijn dat we die provincie niet gehad hebben? Daar gaan we weer kort zien. En nog veel meer, veel te veel om op te noemen. Oh ja, Kruidvat gaat ook nog een paar pops komen. Niet dat er nieuwe pops bij de Kruidvat liggen, maar ik heb nog een paar heel gave Kruidvat pops gekregen. Via, en die ga ik jullie laten zien. Ja, hoe ga je nog geen enkele video missen? Ik heb het al een paar keer gezegd, hieronder kun je klikken op abonneren. Doe dat, druk ook op het belletje, dan krijg je een melding op je tablet, op je pc, op je televisie. Wanneer er een nieuwe video online is, zoals deze video. En dan ga je hem absoluut niet missen. Zou ik doen. Heel erg tof. En aan die kant kun je op een duimpje omhoog drukken. Zou ik ook heel erg tof vinden. Ik zou zeggen, jongens, meidjes, hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dan maken we weer een gaaf video van. Hey, groetjes. Doei. Hoi.